Zijn naam is Trenevast, almachtig God. Zijn naam is hoger dan iedere ander. Zijn naam is Jezus, zijn naam is Heer. Zijn naam is Vredevorst, almachtig God. Zijn naam is hoger dan ieder ander. Zijn naam is Jezus, zijn naam is Heer. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is Vredevorst, almachtig God. Nog geven wij het woord aan Hans Blauw. Zo, goedemiddag allemaal, van harte welkom. Ook dat jullie allemaal thuis zitten. En ik zal zeggen, laat je inspireren door het bovennatuurlijk woord van de Bijbel. Oké, voordat ik begin met het prediken wil ik eerst dit opdragen aan de Heer. Want zonder Hem kunnen we niks doen. Ja, Vader, ik dank U wel. Ik dank U wel voor deze middag. Heer, ik dank U wel dat wij toch, ondanks de hevige storm, online mogen. Heer, ik dank U wel, Heer, dat U mij geïnspireerd heeft met uw bovennatuurlijk woord. Heer, en dat wij dat woord mogen bestuderen, mogen eten. Heer, ik wil U gewoon vragen, wil U de kijkers vanmiddag zegenen? Heer, ook als ze dit woord gaan horen. Dat hun oren open zijn en niet alleen hun oren, maar ook hun hart. Ik zegen jullie daarmee in Jezus' wonderbare naam. Amen. Nou, zodat jullie allemaal vanmorgens wel weten en hebben kunnen bekijken. Ik ga even het geluid ietsje doen, sorry. Ik heb een harde stem, dus. Ja, toen jullie misschien allemaal naar buiten keken vanmorgen, zag je in één keer dat er heel veel sneeuw was. En misschien dat je nu naar buiten kijkt en dat je denkt, goh, het is bijna een sneeuwstorm. En daar dacht ik eens van een week over na. Ik dacht daar over een storm. En ik ben eens de Bijbel erbij te gaan pakken en de concordantie. En toen kwam ik eigenlijk uit op verschillende momenten van een storm. En de psalmist die heeft het ook over de storm in psalm 55. En die spreekt daar over een orkaan. En dan denk ik van, er zijn dus eigenlijk verschillende soorten stormen wat we mee kunnen maken ook in ons leven. Hè, als ik vandaag aan de dag kijk, dan kan ik eigenlijk ook wel zeggen dat de corona eigenlijk ook wel een beetje een soort storm is. Maar dan heb ik goed nieuws voor je. Want uiteraard ga ik het ook nog hebben over dat Jezus zit in een storm. Dus wij vandaag zitten niet alleen in een storm, maar Jezus heeft ook in een storm gezeten. En Hij weet ook welke stormen er kunnen zijn in het mensenleven. Halleluja. Dus je mag alvast gaan danken dat God jou uit die storm gaat halen. Halleluja. He, als ik kijk naar dat Jona, die kwam ook in een storm terecht.
En dat was eigenlijk een beetje door zijn eigen toedoen. Jona die wou eigenlijk niet naar God luisteren, die wou eigenlijk een beetje wegvluchten. En uiteraard, toen was Jona op een schip en toen kwam er ook een storm op. Misschien hebben jullie dat verhaal wel eens een keer gelezen. En uiteindelijk zegt Jona tegen deze mannen, het is mijn schuld dat deze storm is ontstaan. Dus het kan eigenlijk ook wel eens een keer de schuld zijn van een bepaald persoon, waardoor er bepaalde situaties kunnen ontstaan. Kijk, stel je voor dat je op een gegeven moment denkt van nou, ik ga toch de weg op. Ik ben een beetje eigenwijs en je wil een bocht nemen en je glijdt door met je auto en je auto is kapot. Dan kun je dus op een gegeven moment het weer de schuld gaan geven. Maar dan denk ik op een gegeven moment mee, je moet jezelf de schuld gaan geven. Want het is je eigen wijsheid waardoor je dus eigenlijk daarin terecht bent gekomen. En dat was eigenlijk ook het geval hier bij Jona. Jona die was gevlucht voor God. God had Jona een opdracht gegeven en Jona die luisterde daar niet naar. Die denkt, weet je wat, ik ga maar gauw lekker weg. En uiteindelijk kwam hij dan in die storm terecht. En uiteindelijk kwam hij eigenlijk een beetje tot bekering. Zo kun je het wel eigenlijk zeggen. Van toen ging hij getuigen dat het zijn schuld was. Dat hij niet geluisterd had naar zijn God. En op dat moment dan zegt hij van nou weet je wat. Jongens gooi mij maar overboord. Maar dat willen die mannen niet doen. Die willen eigenlijk geen moord op hun geweten hebben. Want ze zijn bang dat Jona omkomt. Maar prijs God. Want God die zegt tegen, die stuurt dan een vis waar Jona in terecht komt. En uiteindelijk komt hij wel op de bestemming aan. En dat is juist het mooie. Dus ik wil je ook gewoon meenemen naar het verhaal van Jezus. Die op een gegeven moment de opdracht geeft aan de discipelen. Van laten wij in de boot stappen en laten we naar de overkant gaan. En uiteindelijk die discipels, dat zijn zeer intelligente mannen, dat zijn vissers. En die weten eigenlijk wel dat er een storm op komst is. Maar ik lees niet in dit hoofdstuk dat ze tegen Jezus zeggen, ja, maar er komt storm. Dat zeiden ze niet. Ze luisterden naar Jezus en ze stapten in het boot en ze gingen van wal. Dus uiteindelijk is het belangrijk voor jou, voor mij, dat we gewoon luisteren in alles. En op een gegeven moment, de discipels, die zijn halverwege het meer en waardoor er een zware storm opsteekt. En ze worden bang. Heel bang. Maar Jezus heeft ze een opdracht gegeven. Die heeft gezegd, kom, laten wij naar de overkant van het meer gaan. Dus Jezus wist, amen, dat hij aan de overkant van het meer kwam. Dat wist Jezus. Zo is het ook in ons dagelijks leven. We moeten gewoon blijven vertrouwen op de Heer. De televisie kan zeggen, dit, dat, het internet, het Facebook, kan allerlei dingen kan het zeggen. Maar het woord van God is getrouw en rechtvaardig. En daar moeten we op participeren. Als het woord van God zegt dat ik voorspoedig ben, dan ben ik voorspoedig. Als het woord van God zegt dat ik moet handelen en dat ik moet wandelen, dan moet ik dat gaan doen. We moeten uitstappen in geloof. Zo waren ook de discipels, ze waren toch, waren ze uitgestapt op het geloof. Dat ze geloofden in de Heer Jezus en ook het vertrouwen hadden in hem. En ook het vertrouwen hadden dat ze aan de overkant van het meer kwamen. En de golven werden haal hoger. En misschien heb je ook wel een situatie in je leven dat die situatie haal heftiger wordt. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik weet dat je door hele moeilijke situaties heen kan gaan. Maar ga het niet alleen doen. Ga in elke situatie de Heere vragen om raad.
En dat deden dus de discipels ook. Jezus maakte ze wakker en ze zeiden: meester, rabbi, wij verzuipen bijna. Nou, dat is vaak het probleem bij ons als kinderen Gods. We willen het allemaal zelf doen. Ik kan me nog herinneren dat wij vroeger hadden wij ook een plastic boot. En dat was geweldig. Een mooie opblaasboot, ging je opblazen. Maar we hadden eigenlijk niet zin om hem helemaal op te blazen. En dan was je boot, die was wel een beetje vol, maar niet helemaal vol genoeg met lucht. En dan gingen we er dus in varen. En langzamerhand, kwam het water over die rand heen. En die boot die ging langzamerhand, ging die ook bijna naar de bodem toe. En dan denk ik op een gegeven moment, we moeten wel in een goede, solide boot gaan zitten. Dus we moeten niet zomaar iets aannemen als iemand wat schreeuwt of iemand wat zegt. We moeten kijken naar het woord van God. Wat zegt het woord van God over jou? Als ik kijk in de klaagliederen, dan heeft die man die heeft het daar ook over dat er een storm is op komst. En dat die behoorlijk is, ook een orkaan, ook een storm van pest, lees ik in de Klaagliederen 5, vers 10. En daar ging dus de pest, ging in het rond, waardoor de mensen werden aangetast. Nou, als je weet wat de pest inhoudt, dat is een verschrikkelijke ziekte. Je lichaam wordt helemaal zwart. Je verteert eigenlijk bijna. Maar uiteindelijk heeft de pest niet de besluit. Hij heeft niet de laatste oordeel. En zo is het ook met corona. Corona heeft niet het laatste woord, maar Jezus Christus heeft het laatste woord in ons leven. En daar moeten we op vertrouwen. Jezus die zei ook tegen de discipels, we gaan naar de overkant van het meer. En uiteindelijk kwamen ze aan het overkant van het meer. Want Jezus was bij hen. En als je kijkt in de Bijbel, hoe vaak God wel niet zegt, wees niet bevreesd. Het is eigenlijk een opdracht, een oproep, dat God tegen jou zegt, wees niet bang. En waarom niet? Want angst doet ertoe waardoor ons leven stagneert. Angst doet ertoe waardoor wij ons bedrijf bijvoorbeeld niet verder kunnen runnen. Angst doet ertoe waardoor wij eigenlijk in verval gaan komen. Maar Paulus is ook een heel goed voorbeeld. Paulus die heeft ook meerdere keren heeft hij schipbreuk geleden. En uiteindelijk is Paulus een grote schrijver in de Bijbel geworden. Hij heeft heel veel boeken heeft hij geschreven. En uiteindelijk zegt Paulus ook, laat je niet door je situatie leiden. Paulus die had het ook best wel moeilijk. Hij had een doorn in zijn vlees. Hij was ziek. Zo kun je het zeggen. Die ziekte die ging niet weg bij Paulus. En dan zegt Paulus, uw genade is mij genoeg. En ik denk dat is ook belangrijk. Willen wij God iets vragen, dan moeten we hem ook gaan danken. En dat is vaak het probleem in ons leven. We danken te weinig en we klagen te veel. Maar God die wil juist niet dat we gaan klagen. God die heeft jou een leven gegeven in overvloed. Amen. En dat is juist het mooie. We mogen weten dat die overvloed van de Heer Jezus ook vandaag op jouw leven is. Als ik kijk naar het leven van David. Het was aan de ene kant een overvloedig leven. En de andere kant weer ook niet een overvloed. Als je kijkt naar het leven van Job. Job was een rijk man, overvloed. Maar wat gebeurde er met Job? Hij verloor alles in zijn leven. Maar Job ging niet bij de pakken neerzitten. Job die liet zijn God niet in de steek. Nee, Job bleef getrouw in alles wat de Heer van hem vroeg. En ik denk dat is ook voor ons belangrijk dat we getrouw blijven in alles. Dat we niet gaan stilstaan bij van, oh, het wordt misschien nog slechter. Nee,
Het is belangrijk wat Jezus ook deed met de storm van het meer. En dat was het cruciale. Jezus, hij ging staan en hij sprak tot de storm. En dat wil ik ook tegen jou zeggen. Spreek tot jouw situatie. En dan zal je zeggen, misschien bent u een beetje achterlijk om te gaan spreken tot uw situatie. Nou ja, dan ben je maar achterlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we spreken tot onze situatie. He, als we armoede in ons leven kennen, he, dat we dan vragen aan de Heer om ons wijsheid te geven om die armoede te kunnen stoppen in ons leven. Jezus die stopte de storm door het spreken. Hij zei tegen de storm, want hij had er autoriteit over, zwijg en wees stil. En zo moeten wij ook vandaag meer gaan spreken. En ik wil het eigenlijk meer gaan vertalen in het bidden. Het bidden, het spreken tot de Heer om hem voor te leggen jouw problemen. Misschien ben je wel vandaag dat je kijkt en dat je denkt, je kan heel erg makkelijk praten, maar ik zit in een situatie van heel veel stress. Ik ben alleen, ik ben eenzaam. En ik zie het eigenlijk niet meer zitten. Dat kan ook. Dat is een mogelijkheid in je leven waar je doorheen gaat. Maar laat je niet door die gevoel, laat je knechten. Want de duivel, die komt bij jou en die wil infiltreren in jouw hersens. En die laat jou nadenken over misschien wel een bedgevoel in je leven. En dan ga je daar luisteren en uiteindelijk zeg je, ja duivel, je hebt gelijk. Maar ga de Heer loven en prijzen. Ga hem toch danken onder elke omstandigheid, dat zegt de Bijbel ook, dank hem onder elke omstandigheid waar je ook in zit. En uiteindelijk zal de Heer Jezus in de kracht van God in jouw leven overwinning geven. En dan zal je weten, de storm is voorbij, want ik heb Jezus in mijn leven. En als je Jezus nog niet in je leven hebt, dan zou ik zeggen, bid het zondagsgebed en neem de Heer Jezus aan. Dat is ook een overwinning over de storm die je misschien meemaakt. En dan wil ik samen met je bidden. Ja, Vader, ik dank u wel voor al die mensen op het internet. Heer, ik dank u wel, Heer, dat zij allemaal koninklijke heroes zijn. Allemaal koninklijke prinsen en prinsessen. Heer, mensen die op zoek zijn en een doel willen hebben in hun leven. En ik wil u gewoon vragen, wil u ze zegenen? Heer, dat ze mogen handelen en mogen wandelen in geloof. En dat ze autoriteit mogen nemen over hun storm. Om die te stoppen in de wonderbare naam van Heer Jezus. Ik zal zeggen, wees gezegend in Jezus naam. Amen. Nee, natuurlijk niet. Dat kan niet weg. Dat was heel slecht. Ja, dat kan niet weg. Ja, nou, weet je, die microfoon, ik weet precies hoe ik wil staan achter de microfoon. Maar jij zei, dan zie je gezicht niet. Ik vind dat heel naar zingen zo. Als het zo is, kan ik beter zingen. Is goed, Ilse. Nou, ik zeg eerlijk. Zo goed, klaar. Nou ja, het is niks voor mij. Weet ik wel. Alleen de eerste is leuk. Nou, we gaan even kijken. Daar is die. Kijk eens. Nou, daar is de beeld. Allemaal, we kijken hier op internet naar onze samenkomst. Ik schaam me dood, hè. Ik schaam me dood zo. Alleen dat je dat liedje niet kon vinden, dat was wel heel lang. Ja, dat ja, is dat had je niet moeten doen, maar oké. Ik ga eerst in gebed voor. Ja, lieve Vader, dank u wel dat we toch nog dienst kunnen houden via de film, via het internet. En ik wil bidden, Heer, dat u een gezegende dienst wilt geven.
vanmiddag. En dat de mensen toch nog... Ja, en één liedje ging ook niet meer zijn.